lang allemaal. We gaan nu eventjes kijken wat we kunnen aandoen. Want het moet natuurlijk het zijn dat het gemakkelijk uit kan worden. Dus we gaan even eens een keer kijken. Ik merk dat er meer en meer t-shirts verkeerd worden gelegd. Dat ik ze kan zien in de kast. Ik leg ze er zelf momenteel nog niet in. Dus, maar de zon schijnt, dat is ook al iets. Vanavond komt er bezoek. Thuis om 11 uur ook. Maar je goed kunt zien, de zon is aanwezig. En dat vind ik al tof. Dat de zon aanwezig is. Moet ik mij fysiek voelen? Ik ben wel een beetje moe nog. Dat wel, maar het gaat wel. Net scheen nog de zon. Maar helaas, de zon is weg. We gaan eten, we gaan... Ik ga het even laten zien. Zo, zat ik nog in de... Ups, oké. Dit gaan we eten. Namelijk, een beetje zo dat je het goed kunt zien, dan gaan we eten. Dus dan gaan we eens aan beginnen. Dat heb ik ondertussen gedaan. Ik heb nog wat live geweest op YouTube. Op TikTok bedoel ik. Daar ga ik dat filmpje wel van opletten. Dat ik heb gedaan. Ik kan het niet zien. Nu zoek de kom. Nu moet ik erin doen. De poes ondertussen beneden. Die zit namelijk hier, de poes. Hier zit zijn poesie. Dat is het. Dus nu gaan we er alles in doen. Hè. Zo. En als ik zeg alles, is echt alles. Er is nog wat in, nu zie je. Dat de poes naar buiten wilt. Dus dan zullen we de raam maar even open. Eet je? Ik weet dat ze niet vaak in beeld komt, maar dit is een schatje, hè? Ja, dat is een schatje. Binnenkort gaan we trouwens een nieuwe intro maken. Want ik ben al een beetje veranderd natuurlijk, dat je kunt zien. En dan gaat er een nieuwe intro komen. Dus dat gaat weer wat worden. Ik ga kijken of ik dat kan knippen, dat ik die konijnen en die poes gewoon zo heb nog in die intro, oude intro. Ik ga het bekijken hoe dat we het gaan doen. Dus ik kan vast wel goed, ze gaat toch naar buiten, denk ik, momenteel. Ze staat nu hier. Wacht, wat ga je doen? Ze weet niet zo goed wat ze gaat doen. Beetje volg met de camera, hè? Bezoek is onderweg. Dat heb ik genomen via de live. Dat is wel spannend eigenlijk. Dus, die ajuin ligt hier nog steeds. Iemand van mijn geleiding had hier een ajuin gelegd. Om de geur tegen te houden. Die ajuin ligt er nog steeds aan. Dat is trouwens de ajuin. Hier nog steeds de ajuin. Zo grappig. Ik ga nog in de zon zitten buiten. Op de bel gaan. Ik ga hamburgers eten vandaag. Dat ik jullie zeg dat ik hamburgers ging eten. Nu zijn het hamburgers. En dat gaat echt wat smaken. Oeh.
lang op moeten wachten op hamburgers.